Klanten die worden overgeheveld op het vernieuwd glasvezelnetwerk van Telesuur zijn tevreden met de geleverde diensten. Gisteren zijn de eerste en tweede klant aangesloten op het netwerk dat in gebruik is genomen. De eerste klant op het glasvezelnetwerk was Melanie Sarijo, leerkracht van huis uit. Onze nieuwsdienst ging nadien langs bij de tweede klant aangesloten, Vikash Gidari. Eveneens leerkracht en een kleine ondernemer. Gidari is zeer tevreden met het glasvezelnetwerk van Telesuur en vertelt wat zijn ervaringen allemaal zijn geweest met het telecommunicatiebedrijf. Zo'n 22 jaar terug was ik al een trouwe klant van Telesuur. En ik maakte toen gebruik van de dial-up verbinding. We kennen dat allemaal. Je moet het nummer invoeren en dan werd er via een inbelmodem werd er gebeld naar Telesuur. En toen telden dus de minuutjes mee. En dat was heel erg duur, want hoe langer je online bezig was, hoe meer telefoonrekeningen je moest betalen. En daarna kwam dus niet lang terug, kwam er dus dan de ADSL, die een beetje sneller was. En natuurlijk ongelimiteerd internetten. Dus toen waren we al heel erg blij. Mijn ervaring ten aanzien van glasvezel, het is super, met één woord is het top. Het werkt geweldig, het is heel snel. Bij wijze van spreken, als ik een verschil moet aangeven met ADSL internet, was het vroeger, als je naar images ging browsen, dus dan was het echt één voor één, elke image één voor één ging het open. En nu flapt alles in één keer open. En dan praat ik over een 10-3 internet. Gidari geeft verder aan dat hij meer dan tevreden is met het glasvezelnetwerk van Telesuur. Dagelijks zijn er gemiddeld 22 devices aangesloten in huis, benadrukt hij. En geen moment is er een vertraging in de verbinding. De klant vindt het geweldig dat Telesuur besloten heeft het netwerk uit te breiden naar andere districten. Met 22 devices bedoel ik bijvoorbeeld ook laptops, PC's, iPads, tablets, zeker een 6-7 mobiele telefoons, security camera's. En er zijn zo meer devices die gekoppeld zijn aan internet. En ik kan nu wel aangeven dat er op dit moment vooral bij het streamen, het kijken naar Netflix, het spelen van Spotify en het online browsen, dat het op dit moment geen problemen geeft. Bij ADSL internet moest ik echt wachten. Bij het inloggen, vooral hoe ik ook in het onderwijs zit. Als je online trainingen geeft of online lessen verzorgt. Als je mijn zoon bijvoorbeeld die colleges volgt via Moodle. Daar had je van die beelden die constant aan het vriezen waren. Dus nu hebben we dat probleem niet. Actief zijn constant zeg maar 6-7 devices. En we hebben wel goed internetverbinding met de glasvezelaansluiting. Gidari gaf de Nigeriaanse samenleving mee dat als Telesuur ze benadert voor het vervangen van hun bestaande internetaansluiting, zij niet moeten aarzelen en van de gelegenheid gebruik moeten maken.